Goedenavond. Heel rare manier om je vlog te beginnen. Maar ik heb besloten om eigenlijk overdag niet te vloggen. Want Nessim gaat vannacht nog weg. Over 2 uurtjes gaat hij weg naar Zwitserland. Dus ik had eigenlijk vandaag niet zoveel zin om te vloggen. Omdat ik denk van, ik besteed liever de tijd even met mijn man. Lekker thuis, lekker samen eten, lekker koken samen. Series kijken, hebben we allemaal gedaan. Maar hij heeft nu dus, nou hij heeft net een show gehad. Ik heb ondertussen lopen editen. En nu heeft hij mij nou opgebeld. Want hij heeft weer even een andere auto. Weer een tijdelijke auto trouwens. Maar hij wil me graag ophalen in die auto. Maar even lekker rondjes rijden. En gaan we samen even naar de McDonald's. Ik mag niks eten bij de McDonald's. Want ik ben vandaag officieel begonnen met mijn dieet. En ik moet zeggen, het is echt super zwaar. Want mijn maag is gewoon nog best wel groot. Ik had gewoon heel veel hiervoor. Dus ik ben nu lekker even rustig een theetje aan het drinken. En wacht tot Nessim komt. Gaan we samen even weg. Het is nu inmiddels 10 over 1. En om 3 uur moet Nessim alweer bij de luchthaven zijn om te vertrekken. Dus trouwens, voordat ik deze vlog ga starten, wil ik jullie vragen om op mijn kanaal te abonneren. Om op de hoogte te blijven van mijn nieuwe video's. Want ik ga echt veel meer uploaden deze tijd. Dankjewel alvast. Hoi Nessje. I need it. Oké, moet ik naar beneden komen? Ja. Oké, kom eraan. Ik ben beneden in deze oudje. Altijd stylish. Even kijken, ik kan er wel even voor de zekerheid de sleutel mee. Nou, Nessie heeft me inmiddels opgehaald. En zijn vliegtuig. Elke dag een andere auto. Ja, dit is wel echt de mooiste. Veel andere auto's, hè? Ja, dit is wel echt de mooiste tot nu toe. Hij rijdt vandaag in een Mercedes Maybach. Weet je Maybach? Maybach. Maybach? Moet die interieur filmen? Film interieur. Ik ben ook ergens een autokenner, hè? Kijk, dit is echt een mooie auto. Vliegtuigniveau. Dat is echt, dat is tot nu toe wel de mooiste auto. Maar kan je die lamp ook instellen, je kan een andere kleur doen. Echt? Nee, ik weet alleen niet hoe. Maar kijk ook hoeveel ruimte je hebt achter, jullie zien waarschijnlijk niet echt goed. Maar als je achter zit, zit je ook echt heel erg lekker. We hebben nu echt een heel oud liedje op. Herken je dit liedje? Zina, Sahartini, Mariama. Harder, harder, harder. Zina, Sahartini, Mariama. Leuk hoor. Met je badjas. Leuk. Wat ga je trouwens bestellen bij McDonald's? Oh, vegetarische burger. Oh, lekker hoor. Ik mag precies niks eten. Ik heb echt honger, man. Wij zijn inmiddels bij de McDonald's aangekomen. Deze auto is echt zo groot. Het is echt heel erg krap om de McDrive in te komen. Jij wil niks, hè? Dus Nessie heeft net een burger besteld. Vegetarische burger, die vindt hij echt lekker. En ik heb precies niks besteld. Nessie, jij gaat mij verlaten. Habibi. Je gaat mij verlaten. Nee, ik ben overmorgen weer terug. Ja, maar dan ben ik toch nog wel alleen 2 dagen. Je bent 1 dag alleen? 2 dagen. Ah, oké, okay, 2, 1/2. Zielig hoor voor mij. Zielig hoor, Mimi. Oh, dat ruikt echt zo lekker. Are you jealous? Het ruikt echt lekker. Dit is dus de nieuwe veggie burger en die is zo vriendelijk. Eet smakelijk, hè? Ik ben zo jaloers. Eet een beetje van mij. Hm? Oh, Nessie is echt heel erg gul. Ik mag deze sla opeten. Dankjewel, schat. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag. En mijn vlog staat net online, gelukkig. Het is goed gegaan. Ik was even aan het struggelen. Oh, ik zie eruit. Deze haar, ik ga stuk. Ja, ik ga even hier achter de vaat doen. En daarna ga ik even een lekker gezond ontbijtje voor mezelf maken. Want zoals jullie weten ben ik nog steeds bezig met mijn dieet. En het is echt heel gek, want ik ben gisteren begonnen. Maar omdat ik eigenlijk best wel veel eet van mezelf, merk ik gewoon gelijk dat mijn buik rustiger is. Het is echt gek. En ik ga... Oh, lekker, lekker interessant, weet je. Ik ga wat vaker naar de wc. ik ga even lekker snel ontbijten. En dan word ik opgehaald door Esmee. Deze winter ben ik echt alleen maar mijn lippen aan het insmeren. Dat is echt niet normaal. Ik ben trouwens sinds gisteren dus begonnen met die Colistar 10 druppels, zeg maar. En ik heb het gevoel alsof het echt goed werkt. Dus die ga ik aanhouden. Want ik ben, zoals ik al zei, gestopt met zonnebank. Ik ga er nooit meer aan beginnen. Tenminste, mijn gezicht niet. Ik heb mijn lichaam wel af en toe bijbruin.
Mijn gezicht blijf ik echt vanaf. En mijn huid ga ik echt gewoon zoveel beter verzorgen. Oh ja, trouwens. Ik zag net dus een filmpje op YouTube. En het ging over de influencers van nu. En eigenlijk vooral de make-up artiesten. Dus tutorials en ja, dat soort influencers. Uiteindelijk had een man het dus eigenlijk over van... dat wij altijd wel zeggen van dat we make-up opdoen voor onszelf. Maar het eigenlijk in werkelijkheid niet zo is. Je het altijd voor een ander doet. Want... iemand kreeg dan de vraag van, zou jij ook make-up opdoen op een onbewoond eiland waar niemand is? En toen zei ze nee. Dus je doet het uiteindelijk niet voor jezelf. Nou, ik ben het daar dus echt niet mee eens. Want als ik op een onbewoond eiland was, zou ik nog steeds gewoon een highlighter opdoen. Of een glossje op mijn lippen of wat dan ook. Ik vind dat gewoon echt fijn voor mezelf. En ik zou het absoluut niet doen voor anderen. Want bijvoorbeeld een Nessie vindt mijn make-up echt walgelijk. Daar houdt hij helemaal niet van. Dus ik hoef het ook niet te doen voor een ander. Maar ja, ik ben het niet eens met die stelling. Dus de vraag aan jou, mijn kijkers. Geef even antwoord in de comments. Zou jij make-up opdoen als je alleen zat op een onbewoond eiland? Ik wil eigenlijk geen brood eten, maar ik heb erg trek in een brood. Dus ik ga één sneetje eten. Ik wilde opdoen avocado. Met... tomaat, kipfilet en een beetje peterselie. Volgens mij moet het wel lekker zijn. En daarna eet ik ook nog deze vijgen op. Oké, ik heb even de tomaatjes gesneden en de peterselie. Dat ga ik allemaal even erop doen. Ik hou echt van tomaat. Ik weet heel veel mensen eigenlijk helemaal niet zo van tomaat houden. En ik hou ook echt van peterselie. Kipfilet erover en ik wil eigenlijk nog iets van mayo erop. Ik heb dus laatst deze gekocht bij Picnic en dat is eigenlijk mayonaise met yoghurt. Dat ga ik er nu even op doen. Nu opmaken en ik ga dus starten met de embryolyse crème die ik laatst als tester heb meegekregen van Douglas. Ik ben hier echt heel erg benieuwd naar, want ik zie het altijd in de video's langskomen bij make-up artiesten. Dus ik laat jullie weten wat ik hiervan vind zo. Ik kom net uit de douche. Ik heb lekker gedoucht. Ik heb mijn make-up al gedaan. En mijn haartjes ook. Ik moet nou even een outfit kiezen. Dat vind ik eigenlijk altijd het moeilijkste van allemaal. Vooral met het weer. Want het is echt kouder geworden, jongens. Ja, maar is het enige wat ik moet doen. En dan ben ik ready. En dan word ik over een kwartiertje opgehaald. Ik heb een jogging setje aan van LA Sisters. En hij zit echt super lekker. Ik had niet verwacht dat ik erin zou komen. Want ik was echt aan het struggelen. Maar hij zit eigenlijk best wel goed. Kijk, dit is het joggingpakje. En hij zit bij me zo. Ik vind hem echt chill. En hij is ook echt super warm. Maar dit weer is het echt ideaal. Dan hoef ik ook geen jasje of zo nu aan te trekken. Want ik ga toch met de auto. Oh ja, trouwens, mocht je dit setje willen van LA Sisters, dan kan je die ook halen met mijn kortingscode Miriam. Dus kortingscode Miriam. En dan krijg je korting. Oh, ik vind het jogging setje echt cute. Inmiddels bij de McDonald's met Esme vandaag. Dat is lang geleden. Chicky. Helemaal niet. Do you miss me? Jawel, 2 dagen geleden, man. Ja, oké, 2 dagen. Ik heb je ontzettend gemist. Ja, even kijken. Ik ga hier even een cappuccino halen, want ik mag precies niks halen, zoals ik al eerder zei. En daarna ga ik eigenlijk even... beter zonder melk doen, hè? Nee, maar ik heb het echt nodig. Ik heb het echt nodig. En de rest doe ik echt allemaal strikt, ja, hè? Ja, ja. Ik mag vanavond geen koolhydraten, helemaal niks. Gaan wij samen eten? Ja, is goed. Ik ben toch alleen. Net zoals in Zwitserland. Maar ja, dat wordt dus oké. Okay. Ja, kom wel goed. Even samen eten, lekker groenten. Ja. En even kip of vis. Ik heb nog. Kip? Ik heb vis in mijn koelkast. Oh. Mag ik een hele grote cappuccino? Een hele grote cappuccino. Nee, dat was het. Nou. Dankjewel. Een hele grote cappuccino. En daarna gaan we even door naar de Bijenkorf samen. Dat is een beetje de planning. Als het u. Ja? Wat zeg je nou allemaal? Ja, ik wil die boots aan. Ze gaat haar schoenen even wisselen terwijl we op de cappuccino zijn aan het wachten. Wij moesten gewoon op de parkeerplaats staan om op onze cappuccino te wachten. Gewoon letterlijk één knop. Waarom moet je daar wachten? En? Ja, ik wil even mijn boots aan. Ja? Ik heb een jas aan, maar die ligt hier, dus dat maakt niet uit. Wij willen even foto's maken, dus zij gaat even op outfit een beetje switchen. Andere schoenen aan, bootje op. Ja, voor een cappuccino. Hoi. Is het gelukt? Die zon is wel echt hinderlijk, hè? Ja.
Wij zijn nu dus bij de Bijenkorf. Dus hier dus best wel veel sale op de schoenen. En ik heb schoenen nodig. Dus ik ben even deze aan het passen van Isabel Marans. Daar zit helaas geen korting op. Zoals altijd, altijd de schoenen die ik wil, zit nooit korting op. Maar ik ga even een paar schoenen passen en ik hoop dat ik eentje ga vinden vandaag. Ik heb net allemaal schoenen lopen passen. En Esme heeft zelfs schoenen gehaald. Die is gewoon geslaagd. Maar ik had echt zo erg last met mijn haar. Ik heb het maar echt vast gedaan. Het ziet er eigenlijk helemaal niet uit. Maar ik vind het gewoon chill. Nee, het is leuk. Ik ben zomaar geslaagd. Ik ben nu dus bij de MAC. Met dit nog een kapsel. En ik ga hier even een foundation halen. Tenminste, ik wil hier een foundation halen. Want toen ik geslaagd had opgemaakt door Leila, had ze een MAC foundation bij mij gebruikt. Met Huda Beauty. Maar ik wil deze heel graag, want die is echt heel erg mat en dekkend. En vroeger heb ik die altijd gebruikt, maar ik wil weer opnieuw mijn eigen kleur. Dus ja, that's what we are doing. En ik ben nog steeds aan het wachten bij MAC. Top dit. Oké. Wij zijn net bij Esme thuis en we hebben net boodschappen gedaan. Ik heb wel echt heel lekkere dingen gescoord. Kijk. Ik heb dit dus ontdekt. Ik wist niet eens dat het bestond. Want ik kocht een tijdje geleden altijd die dunne Waza crackers. Maar je hebt deze versie ervan. En dat is met kruiden. Nee. Random gewoon. Deze lijkt me echt lekker. Ik heb echt lekkere dingetjes gescoord. Ik heb echt lekkere dingen. Ja, echt. Nou, is het ik wacht op een leuk pakket. Ja, kijk. En Smee heeft dus deze guacamole pakket gekocht. En daar zitten alle ingrediënten in die je nodig hebt om... Ja, guacamole te maken. Gek handig, ik ga ze nu maken. We hebben zouten popcorn gehaald. Altijd nog gezonder dan chips. Ik heb mandarijntjes gehaald. En die zijn nu echt heel... Ze ruiken trouwens... Ze ruiken echt lekker. Oh, ik heb nu al trekken in één. Ja, hè? Kijk eens, een mandarijntje. Ja, kijk, zelfs Ken vindt het lekker. Verder hebben wij tomaatjes. Die heb ik nodig. Ik wil die pasta maken. Kip voor Esme. Soep, die had ik al van mij. Ik heb honing gekocht. Welke is het? Bloemenhoning voor je met thee. Ja, graag hè. We hebben, oh, dat is voor Esme. Pastasaus. Vijf voor Machiel. Ja. En de ginger ale was in de actie. 1 euro per fles. Dus ik heb er één gehaald. Weet je wat echt heel fijn is? En Esme ook. In die avocado ding shit zit limoen. En dan kunnen we er een sneetje van maken. Oh, dat is wel echt heel lekker inderdaad. Ja. Ik denk wel het lekker. Hoi joh, Mattie. Het moet 20 minuten erin. Ja, doe het dan snel erin. Zo. Jij bent ook wel lang bezig hoor met je guacamole. Nee, ik ben zo klaar. Jij hebt ook nog kip gekocht. Die kip maak ik echt snel. En die pasta, hoe lang denk je dat je pasta moet koken? 10 minuutjes. Doe maar gewoon snel de oven aan. Doe... Kijk hoe lekker mijn eten eruit ziet. Ik heb dus lekker harira soep, visje en Esme heeft pasta voor zichzelf. Yummy. Eet smakelijk. Oké, ik ben dus al best wel laat. En Esme brengt mij naar huis. En het is echt fucking koud, jongens. Maar houden we op nadenken hoe koud het is. Zo koud, we gaan echt dood. Ik denk het is 2 graden. Ja, ik zou normaal gesproken denk ik toch bij Esme blijven slapen. Maar ik moet nog best wel wat doen thuis. Dus ik ga toch liever naar huis. Ik ben dus net thuis. Echt giga wallen. Maar ik kan de laatste tijd dus echt niet meer zo goed, even kijken hierop zetten, alleen zijn. Ik mis Nessim op dit moment ook echt heel erg. En ik heb ook laatst tegen Nessim gewoon gezegd van, ik vind het nu op dit moment echt heel erg moeilijk om alleen te zijn. Weet je wat dat is? Een tijdje geleden, toen met de zomertour en zo. Toen was ik uiteindelijk wel een beetje gewend aan de situatie dat je best wel veel weg was. En ik had echt een planning voor mezelf gemaakt en bla bla bla. Maar nu ben ik dus weer gewend aan dat hij best wel vaak thuis is. Dus als hij dan naar het buitenland moet, dan vind ik dat best wel zeg maar moeilijk. En ik mis hem ook echt. Vooral in de avond en gewoon samen slapen en zo. Vind ik toch wel wat moeilijker dan ik had gedacht. Dus ja, ik mis hem gewoon. Ik ga even nog wat warms drinken op de bank. Ik ga nog even de video van mijn Selma editen. Want die is nog niet klaar. En hier baal ik dus ook echt van. Nessim is echt zoveel beter met editen. En ik wil eigenlijk dat hij mij een beetje hielp bij de video. Zodat hij ook voor jullie wat leuker is om naar te kijken. Want ik kan wel editen. Maar ik kan het gewoon nog niet zo heel goed. Ik ken de basisdingen, zeg maar.
En hij is er vandaag natuurlijk niet. Ik ben gewoon opeens heel erg emo. Kom, Nina. Nina, kom. Beetje knuffelen. Hoe gaat het met jou? Ik ben gewoon een beetje emo nu. Ik ga denk ik deze vlog even afsluiten. En ik zie jullie dan morgen weer. Hey, doedoe. Ja, maar doei. Doedoeg. Zeg maar, abonneer. Zeg maar, abonneer op mijn kanaal. Laat een like achter. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Doedoeg.